Het feminisme is een van de politiek-maatschappelijke stromingen die opkomen in de 19e eeuw. In deze video gaan we daar eens even kort naar kijken. En dan beginnen we weer even in de tijd van de verlichtingen van de Franse Revolutie. Want die nationale vergadering in Frankrijk geeft in 1789 aan het begin van die revolutie de verklaring voor de rechten van de mens en burger uit. Nou, en 3 jaar later verschijnt er in Londen dit boek, een reactie op die verklaring voor die rechten van die mens en burger, geschreven door deze vrouw, Mary Wollstonecraft. Want zij zegt er eigenlijk in, het is geen verklaring voor de rechten van de mens en burger, maar het is een verklaring voor de rechten van de man en burger. De vrouwen worden helemaal nergens genoemd en wij vrouwen worden niet gelijk behandeld. Hoe verlicht ben je dan bezig? Vraagt zij zich af. En eigenlijk komt haar kritiek op het volgende neer. Man en vrouw zijn niet gelijk aan elkaar, om het maar eens in een mooie wiskundige vergelijking te zetten. Ja, en dat is ook het uitgangspunt van het feminisme. En Mary Wollstonecraft kun je als een van die voorlopers van het feminisme zien. Wat is dat dan het feminisme? Welk doel hebben zij? Een gelijkwaardige positie van de vrouw in de maatschappij. Daar strijden feministen voor. En dat doen ze op alle mogelijke terreinen. Politiek, economie, sociale verhoudingen en de cultuur. En we gaan ze even kort af. Op politiek gebied is er bijvoorbeeld geen gelijkheid voor de wet, voor man en vrouw. Alleen mannen mochten beslissen over alle zaken die het huishouden en de opvoeding van de kinderen aangingen. Alleen mannen konden stemrecht krijgen en alleen mannen hadden toegang tot alle vormen van onderwijs. En dat was allemaal gewoon in de wet vastgelegd. Nou ja, en daar wilden die feministen iets aan doen. En daarom gingen zij bijvoorbeeld strijden voor kiesrecht, zodat ze de wet konden veranderen. Vrouwen hadden ook niet al te veel mogelijkheden om in een betaalde baan hun talenten te ontwikkelen. Vrouwen uit de arbeidersklasse die moesten vaak werken, want anders was er niet genoeg inkomen, maar vrouwen uit de burgerij, ja, die kregen de kans niet om te gaan werken. En ze wilden gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Ja, en eigenlijk is dit hele verhaal van dat feminisme is natuurlijk iets dat gaat over sociale verhoudingen. De verhoudingen tussen man en vrouw zijn scheef. Maar goed, om er even een paar belangrijke punten uit te pakken. De vrouwen wilden dus gelijke rechten op het gebied van onderwijs en opleiding. Dan zouden zij sociaal ook op kunnen klimmen. Maar in de 19e eeuw waren de meeste vormen van onderwijs niet eens toegankelijk voor vrouwen. Alleen voor mannen. Ja, en een laatste punt dat nog even genoemd moet worden valt onder het kopje cultuur. Het heeft met de moraal te maken. Veel feministen keerden zich ook tegen de dubbele seksuele moraal die er heerste. En die er misschien nog wel heerst. Want dit is misschien een beetje vaag, maar deze zin die kun je zelf denk ik wel afmaken en dan weet je wat ermee bedoeld wordt. Als een jongen met veel meisjes gaat, dan is dat stoer. Als een meisje met veel jongens gaat, dan is zij een, nou ja, vul zelf verder maar in. Dat is die dubbele seksuele moraal. En daar keren de feministen zich tegen. En het feminisme is dan ook een van de belangrijkste emancipatiebewegingen uit de 19e en de 20e eeuw.